Stichting Verlies is een stichting in Willemstad, in Curaçao. Het is een naschoolse opvang, een multifunctioneel centrum voor de wijk en meer dan dat ook gewoon een ontmoetingsplek voor de jongeren, voor kinderen en voor ouders. Wij vangen kinderen op tussen de 4 en de 14 jaar uit deze wijk. Maandag tot en met vrijdag van 1 tot 5 vangen wij ze op met een warme maaltijd en een dagprogramma. Rekentaal, denkoefeningen, sociale vaardigheden. We doen verschillende uitstapjes maken we met ze, dat ze ook zien dat de wereld iets groter is dan alleen hun wijk. Ik kom zelf uit Otrabanda. Ik ben ook naar deze school geweest in de straat. Ik heb in deze straat gewoond. Ik kwam na 35 jaar terug en zag wat er van de wijk is geworden. Ik heb de kinderen gesproken en hoorde vanuit hun eigen mond de behoefte aan een naschoolse opvang. Wat ik zo tof vind aan Stichting Verlies is dat het gestart is. Gerda is het begonnen met eigen geld, zonder externe hulp. En ze heeft er alles in gestopt met de visie om de medemens te helpen. En dat is uniek. De passie die ik heb en een droom die ik altijd heb gehad is minder bedeelde, kansarme kinderen begeleiden. En toen besloot ik mijn erfenis geheel in dit project te steken. Wij willen sowieso bereiken dat deze kinderen opgroeien tot zelfverzekerde mensen. Wij willen ontdekken samen met het kind wat zijn of haar talent is en die ontwikkelen. En om alle kinderen een kans te geven, heb ik ervoor gekozen om geen contributie te vragen. Want anders worden kinderen dan dubbel slachtoffer, want de ouders kunnen het niet betalen. En de kinderen blijven weg uit schaamte, weten dat zij geen geld brengen. Stichting Verlies mag niet ophouden met bestaan, omdat de kinderen anders op straat zijn. Dat kan je gewoon niet laten gebeuren. Want wat zij hier in de buurt zien, oudere mannen die op straat zitten als alcoholisten, een andere generatie die gewoon drugs verkoopt op straat en in de steegjes, en prostitutie. Dat zijn hun voorbeelden. En ik wil ze toch laten zien dat zij wel degelijk wat anders kunnen worden. Dus we zijn nu 16 maanden open en je ziet gewoon een mentaliteitsverandering. Je ziet dat ze op liefde reageren en op aandacht. En dat is gewoon ontzettend goed. Ieder mens is in principe goed. Maar als je niet de goede begeleiding, de goede voorbeelden om je heen ziet, ja, dan is dat heel moeilijk om daaruit te komen. En Stichting Verlies biedt gewoon een hele intensieve en een hele positieve, verantwoorde plek om mensen tot hun recht te laten komen. En ik geloof er gewoon in dat als je zoiets aanpakt met zo'n overtuiging en in tijd van nood, als er geen subsidie is, geen bijdrage vragen, dat maakt iets los in mensen. Dus dat spreek je mensen in hun hart aan. En dat is wat de wereld nodig heeft.